Hey vuurvrienden, ik heb hier dun gesneden lamschouderham, een mooie knoflook, zuurkool, brood, Zwitserse kaas en twee uien en een flesje port om een lekkere American toast mee te maken. Dan snijden we eerst maar eens even twee lekkere sneetjes en deze toasten we even op de warme grillring, maar daarom moeten we de twee sneetjes rondom insmeren met deze lekkere zoete Amerikaanse knoflooksaus. Oh mijn god, buur, je hele snijf van knoflooksaus! Vervolgens gaan onze gesmoorde uitjes erop. En dit zijn twee uien gesneden in ringen met een grote klomp boter en dan vullen we aan met SPG. Dan gaan er gelijk 4 plakken milde Zwitserse kaas bovenop met onze zelfgemaakte dun gesneden lamsham. Vervolgens neem je de zuurkool, die leggen we op de plaat. En die geven we even een tikje. En dan gaat er een scheutje van die port overheen. En mogen we onze in roomboter gesmoorde uieringen bovenop de ham. Samen met onze afgebluste zuurkool. Druk het allemaal even lekker in elkaar en dan mag die gelijk de warme plaat op. Ja jongens, dan mag er een kommetje overheen zodat die helemaal rondom warm wordt. En natuurlijk aan beide kanten. Oh yeah, I love this goudbruine broodje in mijn bakjes. Ja jongens, en dan ook nog bijna 15.000 volgers hier op Instagram. Yo! Bedankt! Dan mag er gelijk een prikketje binnen om de boel bij elkaar te houden en neem ik een lekker hapje. Verrek!